Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn vakantie morning en avondroutine laten zien. Het is productief en chill, dus het wordt lekker een leuk vlogje. En ik ga jullie gewoon laten zien hoe mijn morning en avondroutine eruit ziet in de vakantie. Ja, het is heel weer een tijdje geleden dat ik een video heb gepost, maar ik had het gewoon heel druk. En ik ben bezig met video's om te uploaden naar jullie. Dus ik hoop dat deze video snel online komt. En dan komt mijn ritme weer terug, dat beloof ik jullie. Want er komen nu video's aan, daar ben ik nog mee bezig om te editen. Dus dat komt helemaal goed. Stay tuned, abonneer je als je benieuwd bent en als je geen enkele video van mij wilt missen. Ik heb het gewoon heel druk gehad de laatste tijd. Op mijn ASMR kanaal komt binnenkort nog een live update. Dus als je van ASMR houdt en je houdt van mij, dan kan je naar dat kanaal gaan en hem bekijken. Dus dat zou heel lief zijn. Die staat nu nog niet online. Ik ga nu lekker beginnen met de video. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Als eerste zien jullie de aantekeningen die ik heb gemaakt voor deze video. Dan verplaats ik me naar beneden en is het tijd om te gaan eten. We aten spinazie. In de tussentijd doe ik nog een TikTok-dansje en mijn broertje komt mij irriteren. Dan is het tijd om te gaan eten. Na het eten is het tijd om de beelden van de camera op de laptop te zetten. Hierbij pak ik een snoertje wat bij de camera hoort en sluit ik dat aan op de laptop. Als de beelden dan op de computer staan, pak ik mijn 2 euro. Vervolgens verwijder ik alle video's die op de camera staan en die op de laptop zijn gezet. Ik ga nu naar buiten toe. Ik vind het best wel lastig om soms voice-overs te doen. En ik neem mijn 2 euro mee en mijn squishy. En ik ga van mijn Notion een paar dingen afstrepen, maar dat zien jullie nu. Ik doe mijn raam even open voor wat frisse lucht en vervolgens loop ik naar beneden toe om mijn scrunchie te pakken en mijn schoenen aan te trekken. Ik pak mijn jas en ik ga naar buiten toe. Ik ben nu jasseizoen aan het doen. En ja, het duurt nog wel even, maar ik heb best wel veel buikpijn. Dus ik hoop dat het nou meevalt. Maar ik ga zo direct naar huis toe en dan laat ik jullie meer over mijn avondroutine zien. Als ik dan ben thuisgekomen, was ik gelijk mijn handen. Ik doe ook even wat lippenbalsem op, want ik had hier hele droge lippen. Dan pak ik mijn standaard en loop ik naar beneden toe. Als ik beneden ben, pak ik een toetje uit de koelkast. Dit is de biologische yoghurt. Ook pak ik een lepel. Deze heb ik zelf laten ontwerpen. Ik open mijn iPad en dan ga ik YouTube kijken. Ik doe mijn AirPods in, deze zijn wel van mijn vader en ik ga lekker luieren op de bank. Ook heb ik wat chippies en heb ik wat water, want ik had ontzettend veel dorst. In de tussentijd kijk ik ook naar het programma Onmogelijk Duet. Als ik klaar ben met tv kijken en met mijn iPad, dan doe ik mijn iPad op vliegtuigstand en sluit ik mijn iPad af. Ik loop naar boven toe en ik ga de badkamer in. Ik doe hem op slot. Dan is het tijd om aan mijn skincare routine te gaan beginnen. Willen jullie hier nou een hele video over zien? Reageer dan even in de comments. Als ik weer boven ben, doe ik mijn deur open en mijn licht aan. Dan ga ik mijn telefoon checken. Hierbij is het WhatsApp om met mijn oma te bellen. Helaas was mijn tijdslimiet op Snapchat, dus ik kon mijn Snap niet laten zien aan jullie. Ik doe mijn telefoon uit en ik ga bezig zijn met mijn haar en met mijn oorbellen uitdoen.
Het was al een beetje laat. Het is namelijk 10:55. Dus mijn moeder heeft dit al tegen gedaan. Vandaar dat ik het niet heb gedaan. En dat jullie die beelden niet hebben gezien. Maar ik ga zo lekker slapen. Ik pak mijn lippenbalsem en ik smeer mijn lippen nog even in. Ook pak ik nog even mijn handcreme en doe ik dat op mijn handen. Dit zorgt ervoor dat mijn handen zachter worden en dat mijn handen minder droge plekken krijgen. Inmiddels is het nu. Ik weet niet hoe laat het is eigenlijk, want mijn klok is omgedraaid. Mijn klok is omgedraaid omdat ik dan gestrest raak door de tijd. Want ik ben soms best wel een stresskip en heb veel gedachten. En als ik dan ook nog eens de tijd zie, dan stress ik me nog meer. Omdat ik dan in mijn hoofd denk van ja, ik heb zoveel slaap en dat is niet goed. En dan ga ik me stressen en piekeren. En dat vind ik niet goed. Dus ik heb sindsdien mijn klok omgedraaid. En dat vind ik wel handig. Maar ik ga wel even kijken voor jullie hoe laat het is voor deze video dan. Wow, 23:22. De magische tijd. Voor de volgende ochtend zet ik 2 wekkers zodat ik niet te lang uitslaap. Ik doe mijn telefoon op vliegtuigstand en ik leg hem aan de lader. Goedemorgen allemaal. Het is 9:15 en ik ben net wakker. Ik heb heerlijk geslapen. En ja, ik heb hier een haar. In ieder geval, ik ga nu eventjes mijn morning routine starten. En ik ga als allereerst even een lippenbalsem aanbrengen. Want mijn lippen zijn altijd heel droog tijdens mijn slaap. Dus dat doe ik eerst even. En ik drink ook eventjes wat. Want tijdens de slaap droog je heel erg uit en je moet genoeg drinken. En ook al zeggen ze dat je lauw water moet nemen, ik neem gewoon een beetje koud water. Ik neem gewoon dit. Ik neem het zoveel, want ik heb meestal niet zoveel dorst. Maar ja, ik ga nu door naar de rest van mijn morningroutine. Dus we gaan starten met de volgende beelden. Het eerste wat ik doe is als ik uit mijn bed stap, is mijn pyjamabroek aantrekken. Dan loop ik mijn kamer uit en ga ik naar beneden toe om naar het toilet te gaan. Ik kriebel aan mijn hoofd, want ik heb best wel veel last van roos. Dan doe ik mijn haar in de staart. Ik loop de badkamer uit en ik ga weer naar mijn kamer toe. Ik ga even mijn nagels verzorgen. Het eerste wat ik doe is onder mijn nagelspulken naar wat nagel. Dan ga ik met een vel over mijn nagel heen om het mooi glad te maken en het er mooi later uitzien. En als derde smeer ik nog wat lippenbalsem op mijn lippen. Zitten er wat restjes tussen mijn tanden, dus die ga ik verwijderen met dit tandenstokertje. Dan ga ik mijn haar doen. Als eerste verdeel ik het in 2 delen. Daarna borstel ik mijn haar door. Ik pak een spuitje van de doeklas om mijn haar nat te spuiten. Ook borstel ik mijn wenkbrauwen door met dit wenkbrauwborsteltje.
Daarna doe ik deze zilveren oorbellen in. Ten slotte doe ik nog even wat lippenbalsem op. Dit geluid hoorde ik dus altijd op de basisschool. Die toeter dus. Nou jongens, dan zijn we nu aan het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe mijn morning- en avondroutine eruit zag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!